4 hechte vrienden doen 4 bizarre opdrachten in ruil voor 1 waanzinnige reis. Wie heeft er alles voor over? En waar liggen hun grenzen? Wie durft alles aan? Ik ben de lefgoos van het stelletje. Ik ga tot het einde, het maakt niet uit. Ik deins niet terug. Voor mij is een no-go bloed drinken. Ja, ik kan niet tegen bloed. Ik doe alles. Ja, ik ben zeker geen mietje. Pijn is fijn. Ik denk dat niemand gaat opgeven in ons groepje. Wij gaan er zo doorheen. We gaan met die tics naar huis. Eén voor allen en alle voor één. Mannen, welkom in de Spike Room. Yes. 4 vrienden, 4 bizarre opdrachten. 1 hele vette vakantie. Per opdracht kunnen jullie een ticket winnen. Het lot bepaalt wie de opdracht doet. Weiger je, dan ga je direct naar huis en krijgen je vrienden de tickets. Let op, in het meest extreme geval zou je dus 4 opdrachten achter elkaar kunnen doen. Jullie staan er redelijk zelfverzekerd bij. Jullie gaan jezelf vandaag zeker een paar keer tegenkomen. Jullie doen het allemaal voor 1 ding. En dat is die vakantie. Waar willen jullie graag heen? We willen met de cruiseschip naar Ibiza. De Ark. De Ark. Feesten. Ja, hoe gaan jullie daar dan staan met z'n vieren? Laat je dansje misschien. Ja, ik wil het eigenlijk. Laat even je dansje zien. Dit is op de Ark. Ja, dat is gewoon de dat karak. Is mijn dansje gewoon. Jij is dit hem? Dit is mijn dansje. Mannen, jullie mogen die kant op. Yes. Ik wens jullie heel erg veel succes. Jullie gaan dat oprecht nodig hebben. Boys, gaan het doen. Zijn jullie achter? Komt hij. Sowieso, jongens. We gaan echt knallen. Mannen, welkom in de Spike Room. Zometeen krijgen jullie een plaatje te zien dat te maken heeft met de opdracht. Daarna draaien jullie de kaarten die voor jullie liggen om. Degene die de joker omdraait, die moet deze opdracht dan ook echt doen. Die opdracht die doe je bij mij in een van de playrooms. En daar heb je een keuze. Doe je de opdracht wel of doe je de opdracht niet? Weiger je, dan ga je direct naar huis en win je geen ticket voor de groep. Succes. Kaas. Ja, dat is wat voor jou, karakter. Ja, echt, kaas. Je bent een buitenlander. Wat zijn van kaas uit. Wat kunnen we met kaas doen? Iets met eten, kaas. Ja, je muizen houden ook wel van kaas. Dat is ook wel klein, ook een muisje. Grootste de muis eten. Oh, lekker kikken. Oké, dan gaan we zorgen dat jij hem krijgt. Ja, echt, kom maar op. Vieze oude kaas of zo. Schimmelkaas. Ja, weet je. Oh. Zullen we een kaart erbij pakken? Ja, toch? We gaan het doen. 3, 2, 1. Shit, man. Lekker pik. Je gaat wat ga je doen? Beetje, beetje aan wat ik denk. Daar ik gewoon van die schimmelvoeten op zo. Van die kaasvoeten. Ik ga iemand kaasvoeten. Oh, ik ga pik. Ik ga deze rokken. Ik kom zo meteen terug. Met die ticket. Juist. En wat plannen. Het is ons groep. Kom maar op. Ja, ik zag iets met kaas. Dus ik denk iets met kaas eten. Of zo'n soort opdracht dat je iets moet eten. Ik koop alleen geen schimmelkaas, want dan... Als hij mijs moet eten? Ja, dat wordt wel echt. Ik ga wel uitlachen. Nee, pik. Moet ik dan niet doorheen rollen, hè? Kijk, maar kijk die muizen vallen. Zullen we maar gewoon gaan beginnen? Laat het maar doen. Ik heb hier de opdracht, die ga ik voor je voorlezen. En daarna wil ik graag horen of je hem wel of niet gaat doen. Kom maar op. Ja? Nederlanders eten gemiddeld 17 kilo kaas per jaar. Jij gaat ook kaas eten. Jouw opdracht. Pak geblinddoekt 10 stukjes kaas van de muizenvallen en eet die op. Oh ja. En dat is in je zwembroek. Geblinddoekt. In je zwembroek, echt geblinddoekt. Joe, je kan het, bro. Joe, kom op. Kom op. Je kent het, Pip. Lekker, jongen. Gaan ervoor, kom maar. 10 stukken kaas en Joey Notte is de eindbaas. Kijk eens, jongen. Nog één klein dingetje. Ze schieten met meer dan 100 kilometer per uur dicht. Ja. Hey Joe, laat je niet gek maken. Laat je niet gek maken, jongen. Is geen geintje. Oké.
Succes. Kom op, Joey. Joey, kom op. Joey, het zijn 10, hè? En je houdt van eten. Are you ready? 3, 2, 1 en go. Kom op. Lekker plek. Ja, Joe, links, ja, ja. Links, links van jou, links. Links van jou, links bij je knie, bij je knie, bij je knie. Links bij je knie. Ik zou wat naar voren gaan. Ja, 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 twee. Je hebt er nu eentje beet, dat is hem, ja. Hop, daar heb je een stukje kaas in je mond. Hop. Ja, ja. En door, daar heb je er ook eentje. Kom op, Joe, kom op. Meegegaan, ik kan het. Ja. Kom op, Joe. Meer, sneller. Lekker. Ja, goed. Dat is 3. Lekker. Je gaat hier voor nummer 4. Lekker. Goed, kom op. Het doet pijn. Ja. 5. Komt de pik, lekker pik. Dit was ik. Kom op, Joey, nog een paar. Kom op, had je echt 7. Lekker, jongen. Andere. Nee, links. Nee, nee, links, links. Ja. 8. Kom op, nog 2. 9. Gaat de kant op. Links. Kai, kom op, man. Kai. En dat is de laatste. 10. Ja, ja. Lekker pik, hoor. Lekker. Lekker man. Je mag er trots op zijn. De eerste ticket is binnen. Yes. Deze is voor de groep, alsjeblieft. Succes, gaan we naar boven. Lekker Joey. Lekker jongen. Lekker Joey. Lekker big jongen. Dat is het. Lekker man. Maar eerlijk, Joey, je wou je shirt alleen even uitdoen om. Nee. Ja. Nee, weet je lichaam laten zien. Okay. Als word ik jaloers hoor. Hey. Als word ik jaloers. Lekker Joey. Ja. Hoppatee, dag. Lekker Joey. Daar is hij weer. Daar is hij weer. Voor jou, hè. Nummer 1. Nog 3 te gaan. Oh. Ik zei het toch? Dit is op zeker zo'n embryo ei eten of zo. Op zeker gewoon. Ik zie die eieren en ik denk, Je had honger toch? Ja, je had honger. Kip of zo? Dadelijk moet je kip eten. Kip. Nee joh, ben je geen kip. Eet de kip. Eet de soep. Of stront of zo van een kip. Dat doet boksen doen. Ik weet niet bro, dit komt ook uit zijn kont. Ik denk dat het tijd is om een kop bij te pakken dan, hè? Ja? Ja. 3, 2, 1. Oh, je mag hem doen, jongen. Hey, lekker. Succes. Het zal het worden, jongens. Ja, weet ik. Boys, let's do this. Succes. Kom maar. Thanks, man. Ik denk echt dat ik iets heel ranzigs moet gaan eten zometeen. Zo'n shake, inderdaad. Ja, nee, misschien proteïne. Hij weet shakey, pik. Ja, man. Hij is in 2018, jongen. Sporten 5 keer per dag. Iets levends eten of zo? Ja, ik ben echt bang om iets levends te eten. Daar komt hij. Eten. Doe je bril maar af. Hij denkt toch, shit bro, ik moet eten. Hij denkt, shit. De opdracht, daar komt hij. Yes. Babi pangang, saté of nasi. Met een lekker eitje. In Nederland denken we dat dit echt Chinees eten is. Maar niets is minder waar. De echte Chinese lekkernijen zien er heel anders uit. Jouw opdracht. Eet dit bord Chinese delicatesses. Helemaal leeg. Lekker, kom op, vaas. Dit is zo'n embryo-ei. Ja, man. Dit is een embryo-ei. We hebben een volledige eendenpoot, een Chinees ei en een varkensdarm. Het moet allemaal helemaal op. Alleen dan ben je de ticket. Vaatje, kan dit, man. Vaat in één keer. We gaan het gewoon doen, denk ik. Gewoon lekker opeten. Hier doe je het voor, hè? Dat is die tikker. Oh, okay. Kijk deze fucking in de Pik, dit is nasty. Pik, kou en slikken. Dit is nog best te doen. Dit is nog best te doen. Ik zou een beetje tempo zetten. Holy shit. Oh, die is zwart. Het ziet er echt ranzig uit.
fantastisch rubber in mijn hand heb. Oh, ruik je dat? Zo! Dit ruiken, maar je had niet moeten ruiken, jongen. Eet, jongen. Neus dicht. Vieze, kijk dan. Gast, ik zou het gewoon... Hoi, alles. Kijk, hoor. Slikken, bro, slikken! Slikken, jongen, kom op! Neerzetten. Pik, gewoon slikken, slikken man. Jongen, slikken, slikken, kom op! Dat is echt fucking brand, hè. Ik heb niets leuks. Slikken! Oh, hoe vaker je koud, hoe vieser het is! Beschrijf eens wat je proeft. Ja, ik ben heel vroeg, maar het is gewoon... Ah, nee, man. Hoe het voor door je keel heen zit. Ah. Voor het klein stukje wel van... Eet het, man. Eet Laat het, je tong zien. Ja, ja. Mond open, alsjeblieft. Even kijken. Oh. Oh. We hebben hier de varkensdarm. Nou, je weet wat er door darmen heen gaat. Alles in één keer, man. Ja, in één keer. Happen. Gewoon... Het is lumpia. Gewoon lumpia. Oh. Zo, dat is wel echt rauw. Deze was heftig. Oh. Slik hem! Oh, nee. Gadverdamme. Slik het! Hij hapt te veel, jongen. Ik laat hem dadelijk happen, jongen. Alsof je op een stuk rubber zit te kouwen. Happer, de happer, de hap, hap, hap. Pik, pik, pik. Ah. Mond open. Je mag een slokje water nemen. Dankjewel, man. Je bent helemaal aan het trillen, zie je. Omdat je zo hebt gewikkeld en het vol hebt gehouden, krijg je van mij een ticket. Thanks, man. Dat is jullie tweede ticket. Die heb jij voor de groep gewonnen. Jake, je mag weer terug naar buiten en ga naar de jongens toe. Ook deze opdracht is volbracht. Nog maar 2 tickets zijn ze verwijderd van de tofste reis van hun leven. Lekker. Reden, vriend. Ja, sowieso. Gaat gewoon. Lekker bezig. Verder. Ga voor nummer 3. We gaan 3 gewoon. Gaan we kijken wat dat is. Ja, spannend, man. En wat, boys? Wat is die? We gaan zien. Wel de volgende, man. Wat denken jullie? Ik weet niet, man. Ik weet niet. We gaan het zien. Ja, ik denk dat deze wel heavy wordt, man. Ja, man. Het is wel 3. Nummer 3? Ja, man. Voetbal. Ik denk dat we allemaal... Ja, we hebben zelfs allemaal gevoetbald. Wat kan er zo erg zijn aan een voetbal dan? Papi, een kontje, man. Kontje. Nee, gewoon aan de voorkant. Ja, man. Pikkie rood. Pikkie rood op de voetbal. Maar wat kan je nog iets anders bedenken? Kontje. Ja, man. Dat zou ook kunnen. Ik weet niet, man. Een goed kontje op je bil. Zo, dat doet pijn, man. Maar boys, ik denk dat het weer tijd is om te trekken. Nou, goed. Oké, 3, 2, 1. Oké. 3, 2, 1. Let's do this. Ja, toch. Bro, even serieus. Pik, jij hebt mooie billen. Jij hebt mooie billen. Pet billen. Ja, jij voelt er niks van, joh. Ik denk wel dat je echt bil moet staan, gewoon. Jij komt met blauwe billen terug. Ja, man. Jij kan een week niet zitten, gewoon. Juist. Op mijn werk, probleem. Ja, even weer, toch? Ja, van 30 centimeter gewoon dat je die billen brand voelt. Boys, dat hij nog net in de billen glijdt. Ja, dan gewoon lekker naar beneden. Succes, broertje. Moedig me aan. Ja, succes, man. Moedig me aan. Je kan het zeker doen. Succes. Moedig me aan. En, sowieso. Kai, kom op. Doei. Jelle, kom op, man. Dag. Zeg mijn ballen maar. Mijn billen maar. Hoi. Hoi. 5 ballen. Een voetbal verplaatst relatief veel lucht. Veel meer dan een tennisbal. Toch kan een bal hard aankomen. Want een lekker schot gaat zo'n 100 kilometer per uur. Lekker, hoor. Jouw opdracht. Jij vormt in je eentje een muurtje. En krijgt 5 ballen tegen je aangeschopt door Katja Snoeys. Zij is de topscorer van de vrouwen eredivisie. En heeft net een hele mooie transfer naar PSV gemaakt. High five. Profvoetballer Katja Snoeys schiet altijd raak. Niet voor niets is zij de topscorer in de eredivisie vrouwen. Deze oranje leeuwin heeft een snoeihard schot waarbij het liefste uit de buurt blijft. Ja, toch zie je dat, kom op, man. 5. Is goed, man. Ja? Ja, is goed, man. Ben je er ready voor? Ik ben er sowieso klaar voor. Oh ja, en ik was nog heel even vergeten te zeggen. Het moet in je boxershort. Ja. Wat zei ik je? Serieus? Vier hechte vrienden doen 4 bizarre opdrachten in ruil voor 1 waanzinnige reis. Dit is de Spike Room. Jouw opdracht. Jij vormt in je eentje een muurtje. En krijgt 5 ballen tegen je aangeschopt
door Katja Snoeys. Zij is de topscorer van de vrouwen eredivisie en heeft net een hele mooie transfer naar PSV gemaakt. High five. Dat gaan we doen. Ja, toch? Ja, kom op, man. Vijf. Is goed, man. Ja? Ja, is goed, man. Ben je er ready voor? Ik ben er sowieso klaar voor. Oh ja, en ik was nog heel even vergeten te zeggen. Het moet in je boxershort. Wat zei ik je? Serieus? Dan mag je hier gaan staan. Ja? Ik zou zeggen, neem je eerste penalty. Dat is twee. Oh, wat gaat dit hard. Oh, ik dacht dat hij raakte. Die zat er goed op, man. Waar zat hij op? Op de dop, man. Ja, maar je applausje, man. Kom, kom. Applausje, Pik. Ah, fucking hell. Fuck it, pijn is fijn, man. Je moet er wel wat voor over hebben voor een te gekke reis naar de Ark. Het dancefestival op een cruiseschip. Vertel eens even hoe die laatste erop ging. Ja, goed, man. Die zat er goed op. Precies in de kruising, zou ik zeggen. Je hebt je verweerd als een echte man. Ja. En daarom verdien je ook een ticket voor jullie groep. Ja! Neem je kleren mee. Ja, ik ga dadelijk pissen, denk ik. Ik hoop dat dat nog kan. Ja, joh. Loop terug naar je vrienden en neem de ticket mee. Oh, als het koud is en je krijgt hem op je boven, ben je zo voet. Ik denk dat ik echt 100 kilometer was of zo, die schot. Echt niet normaal, man. Echt niet normaal. Lekker, karaai! Ik heb hem niet gezien. Maar hij is wel eens goed raak, jongens. Hey. Doet hij het nog? Heeft hij nog? Ik heb even uitgeprobeerd, man. Kun je nog kinderen krijgen, denk ik? Ja, weet ik niet, man. Kinderbijslag zit denk ik niet in mee. Ik zie het. Maar hij heeft het wel. Kijk, leg neer, man. Kijk eens. Hij is daarbij. Hoppatee! Nog één te gaan, jongens. Hey, jongens. Lekker. Kom op. Ja, was die heavy? Ja, die was zo. Voel je het nog of niet? Raak, man. Ja, ik voel hem nog, man. Vanavond een platen ei, of niet? Oh, lekker. Ja, brand nog lekker. Lekker. Dus op naar de next, boys. Ja, man. Nu nog de laatste, jongens. Hey. Ja. En dan gaan we met z'n vieren een feestje vieren. Lekker, dat gaan we sowieso doen, hè, boys. Laatste, man. Gebeuren. Ja, man. Lekker. Gaan we doen. Zeker. Wij weten wat dat is, Pik. Ja, we zitten allemaal. Dit zijn allemaal lekkere kleurtjes. Dit is er eentje. Maar er gaat er dan eentje bij komen. Dit is er ook één, joh. Voor hetzelfde greep, Pik, gaat er gewoon eentje af. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, maar dan zouden ze een laser doen. Nou, dat weet ik niet, man. Weet ik niet. Oh, dit is gewoon tatoeage weg laten lezen. Nee, weet je wat het ergste is? Daar moet je het gewoon opdrinken. Als ik jij met je opdrink. Kan toch? Je gaat een tatoeage krijgen. Op jouw voorhoofd zo. Spijkerroem op je voorhoofd. Spijkerroem gewoon lekker op je bil. Gaan we gewoon de kaart weer bijpakken, boys? Ja, man. Ik heb pijn, man. Hey, ik hoop niet dat ik het doe. Ja, kom, gaan we gewoon doen, boys. Het is wel lekker, zijn de lul. 3, 2, 1. Oei. Oké. 1, 2, 3. Oh. Ja, toch! Nee, kap, man. Helemaal niks, nee, man. Kap, man. Nee, ik denk dat je... Ik zei toch, ik ben altijd de lul. Ik denk dat je leuk op je bil kan krijgen of zo. Op je forum. Deze op je bil. Ergens waar het zichtbaar is. Ik denk dat je ergens het adres gaat krijgen. Je bent de lul. Je bent de lul. Goed luck, Pik. Broertje. Sting nog zijn... Ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Chef, rustig aan. Bro. Succes. En je weet het, Joe. Ik ben de lul. En wie is de lul? Laat je mee. Succes, bro. Succes. Heel veel plezier. Ik denk dat ik een tatoeage ga krijgen. Wij zagen namelijk allemaal van die flesjes met inkt. Dus ik denk dat ik er eentje bij ga krijgen bij de collectie. Ja, sowieso. Het is sowieso pijnlijk. Jongens, even.
Ik hoef niks te doen. Ja, ga weg, man. Oh, jij bent weer die lucky bastard gewoon, hè. In de Spike Room wordt het beste voor het laatst bewaard. Maak je borst maar nat voor de vierde opdracht. Doe de bril maar af. Shit, wat gaat dit worden dan? Tatoeëren gebeurt al duizenden jaren. Zo zijn bij de Egyptische mummies al tatoeages gevonden. Vroeger werden tatoeages vanwege bijgeloof of als statussymbool gezet. Jouw opdracht. Laat een tatoeage zetten van minimaal 5 centimeter groot ergens op je lichaam. Door de winnaars van Ink Masters. Meesters van de lage landen. Dat is wel vet. Jules en Joyce zijn twee van de beste tattooartiesten van de Benelux. En beide winnaars van Ink Master. Meesters van de lage landen. Deze badass vrouwen maken de meest indrukwekkende tatoeages. Wat zou jij absoluut niet willen laten tatoeëren? Mannelijk geslachtsdeel. Dat zou je niet doen. Dus een penis gaat jou echt te ver. Nee. Hij zegt een mannelijk geslachtsdeel. Je weet wat hij nu gaat krijgen. Jij gaat mijn hoofd op jouw lichaam laten tatoeëren. Joe, kom op, man. Kom op, man. Misschien nog erger dan een penis. Ja. Lijkt op een penis. Ik weet het. Maar die moet je ergens op je lichaam laten tatoeëren. Ja. Ga je het doen? Let's do this. Ja? We gaan het doen. Jullie zijn de masters van de lage landen. Zijn jullie voorbereid om mijn hoofd op zijn lichaam te tatoeëren? Ongeveer, we zien wel. Moment zelf, dat maakt het wel spannend, hè? Wij wel, maar is hij er klaar voor? Dat is de vraag, denk ik. Oh, joh! Waar op het lichaam wil je hem laten tatoeëren, mijn hoofd? Op mijn kuit. Op je kuit. Succes. Dankjewel. Je kan het, Joey. Lekker, kom op, Joe. Lekker, man. Ik vind het knap dat je het doet. En ik vind het knap dat je het voor je vrienden doet om die laatste ticket te bemachtigen, zodat jullie op reis kunnen. Het is niet alleen dat je mijn tatoeage laat zetten of mijn gezicht op jou, maar ook nog eens dat het twee keer zoveel pijn gaat doen. Ja. Hij heeft echt lef gewoon. En? Dat is wel lekker eigenlijk. Ik, maar hij is aan de ene kant best wel groot, man. Ja, man. Hoe is de pijn? Het gaat. Niet stevig dus. Je voelt hem. Ik voel hem. Je mag niet halverwege opgeven, hè? Want dan krijg je de ticket niet. Nee, dat gaan we niet doen. Okay. Dan moet je nagaan dat hij een vriendin thuis heeft zitten die gewoon loco is, hè? Als hij dit ziet, hè? Dat ben ik gewoon, hè? Ja, kijk het op. Ik vind hem prachtig. Dat is de beste versie van mezelf die ik ooit heb gezien. En hij staat op mijn been. Ja. Ja. Jij niet zo'n klein beetje ook. Hij is vele malen groter dan ik had verwacht. Jij hebt nu voor eeuwig en altijd mijn gezicht op je kuit staan. Ik zal mijn trots dragen. Hey, in de Spike Room gaan we tot uiterste. Mannen, ja, je ziet het. Kom er maar bij. Je vrienden mogen hem ook voor het eerst zien. Lekker pik. Ja, jongen. Oh, kijk eens, hij is mooi. Hij is echt kikker, man. Joe, je begrijpt nu wel dat je dat nu voor altijd hebt, hè? Twee dubbeltjes gedaan, ja. Mannen, jullie hebben hem verdiend. Jullie gaan met z'n vieren naar de Ark. Geniet ervan. Vier een feestje. Yes. Deze mannen heeft het allemaal mogen. Lekker. Jules, dank jullie wel. Het is een prachtige tatoeage geworden. Dit was de Spike Room. Dank je wel voor het kijken. Zie jullie de volgende keer weer. Ciao. Yes.